Brandweer en politie werden gisteravond rond 8:30 gealarmeerd wegens rookontwikkeling in de kelder van een gebouw aan de Turnhoutse baan ter hoogte van tramhalte Drink. Omdat in het getroffen appartementsgebouw nummer 147 veel mensen wonen, kwamen meerdere ploegen van de hulpdiensten ter plaatse. Oorzaak van de rookontwikkeling was een kortsluiting in een hoogspanningscabine in de kelder. Brandweerlui en technici van nutsbedrijf Eandis deden de nodige interventies. Tijdens het incident moest niemand geëvacueerd worden.